niet gezien. Nee, hey! Jullie. Hoi, hoi. Wat gezellig! Kijk nou hoe jullie zijn. We zijn gegroeid. Ja. Kijk, het is alweer een week geleden, maar daar zijn wij weer. Welkom bij Ballet Kids Intermediate. Het is geen intermediate. Ach nee! Sorry! Oh, sorry, we gaan het niet opnieuw doen, maar dit is dus Ballet Kids Beginners. Ja, oh. Fijn weet. Nou, daar staan we dan. Zullen we maar snel beginnen? Ja. En dan kijken hoe dit gaat aflopen vandaag. Jullie hebben weer... Hij ziet geen Luna. Tadam! En we beginnen met de pliés. Ik ga ze niet meer zo uitgebreid uitleggen als vorige week. Ik ga alleen eventjes in de eerste positie uitleggen. Eerste en tweede was aan de ene kant. Derde en vierde was aan de tweede kant. En je begon in iedere positie met een grand plié 1. En die... 2 deze was best rustig. Terugkomen naar de mi. 3. Strek op. 4. Dan kreeg je relevé. Volg je hand. 6. En open. 7. En 8. Daarna kwam een cambré. Dat was in de eerste positie. Lange rug. Voorover. Hou helemaal recht. Terugkomen. En open. En dan wil ik graag. Vorig jaar hadden we bij de mi-plié de arm in de tweede positie gehouden. Die neem je nu mee. Die gaat voor je navel. En openen, dan nu naar de volgende positie en dat is de tweede. Dan krijg je in de tweede positie een cambré naar de bar. Daarna heb je dus nog wel een demi-plié, dan nu terugnemen en dan een redelijk vlotte wissel naar de tweede kant. En dan mag je eventjes kijken, als je nou naar de tweede kant bent gedraaid, dan gaat je, ben je gewoon in de eerste positie neergekomen van je relevé af. En dan sluit je hem hier naar de derde. Dan krijg je in de derde positie weer lange rug voorover als cambré. Weer een demi-plié, tendu, devant, voor en neerzetten in de vierde positie. En in de vierde positie krijg je een cambré van de bar. Dat waren twee armen rond, samensluiten, openen, demi-plié. En die is dan natuurlijk hier ook met je arm meenemen, tendu terugnemen en dan mag je met de eerste afsluiten. Met de cambré voorover moet je zeg maar halverwege het tafeltje houden of helemaal naar de grond? Nee. Tafeltje. Een tafeltje. Een tafeltje. Ja, dan ga ik er wat op zetten en dan ga ik even picknacken. Nou, dan gaan we. Eerste positie, eerste kant. Die schouders mooi op.
En nou snap ik van vorige week dat iedereen heel erg aan de oefening heeft lopen denken. Dus ik weet niet in hoeverre jullie op het hoofd wat met het hoofd hebben gedaan. Ik weet dat zij het wel netjes hebben gedaan. Dus die wil ik er wel bij hebben. We beginnen met de preparatie. Dan neem je toch al meteen je hoofd mee. Klaarstaan in de derde. 3, open, 4. Dan is je hoofd al opzij. Kind mooi op. Dan krijg je taal nu. En 2. En sluit. En 2. Hadden we nou meteen al 2 snel? Nee, ja, we hadden 2 langzaam. Eerst langzaam. Ja. Taal nu. En 2. En sluit. En 2. Dan gaat je hoofd recht. Je been aan een seconde. 1. Zet. En 2. Zet neer. Nee, terug. Ik wil alles al snel doen. En sluit. Kijk je schuin in de hand. Taal nu derrière. En sluit. Taal nu. En 2. En sluit. À la seconde. Hoofd weer recht. Zet neer. Hand is van de bak. Leg hem er weer op. En sluit voor. Dan krijgen we hetzelfde, maar 1 taal nu langzaam. En sluit. En daarna 2 snel. 1. En sluit. En 2. En sluit. Been gaat à la seconde. Hoofd recht. 1. Die wisselt niet, die sluit voor. En met 2. Zet neer, neem, terug. Sluit achter. Hoofd is in de hand. Taal nu derrière. Sluit. En 2. Taal nu in dubbel tempo. Hoofd recht. Sluit achter. En 1. Zet neer, neem, terug. En sluit hem af. Ik denk dat ik deze pluk even goed moet doen hier. Want anders zie je die gewoon zomaar in andere lessen ook terug. Dan gaan we de derde positie met rechts voor. Linkerhand aan de bar. En preparatie. Open zij, taal nu voor. Hoofd is opzij. Sluit. Taal nu, hou vast en sluit opzij. Hou vast je taal nu, hoofd is recht. Eén terug. Sluit achter, hoofd in de hand. En sluit. Blijf verder echt op, hè, dus je mag niet voorover. Taal nu, maar als je komen, zet neer. Eén terug. Sluit voor. Hoofd weer opzij. En sluit. Nu 2 taal nu en 2. En 2 opzij. Eerst is weer langzaam. Taal nu, zet neer, neem terug. Sluit achter. 1. En sluit. En 1. En 2. Taal nu à la seconde. Sluit. En 1. Hield. Sluit af. En dan sluit je met je arm af. Oké, gaan we door naar de andere kant. Preparatie. En 3 en 4. Haal je hoofd weer in om. Sluit. Taal nu strek weg en sluit. En door de groot. Rol af. Strek terug. Sluit achter. Taal nu. En sluit. Taal nu. Denk mooi aan die arm. En 1. Elleboog op. Vingers lang. Duim weg. En sluit. Hoofd is weer opzij. Taal nu voor. En 1. En sluit. En 2. En sluit. Opzij. À la seconde. En 1. Hiel. Terug. Sluit. Na. En sluit. En 1. En 2. En 1. Sluit. Taal nu. Hiel. Terug. En sluit af. Wat mange je thee? En die wil ik ook met het hoofd. Alleen met deze is die denk ik wat makkelijk. Omdat hij qua oefening iets minder afwisselt. Je krijgt je thee. En 2. Taal nu. En sluit. Je thee. Taal nu. En sluit à la seconde. De eerste wisselt niet, die sluit voor. En de tweede, die wisselt wel, die sluit achter. Derrière. Taal nu en sluit. En echt wegstrekken op been. Taal nu en sluit. En dan mag je dat hoofd over je hand houden. Voor passé wissel, sluit voor. Passé wissel, sluit achter. En vanaf daar gaat hij weer in de hand. Dus op het moment dat je door je passé wisselt, is je hoofd eigenlijk daar over de hand. En als je dan weer met derrière begint met je thee, dan kijk je hier in de hand. Hoofd recht, hoofd daar. Gaan we. Eerste kant beginnen. Linkerhand aan de bar. Het is steeds heel leuk om jullie zo tussendoor te zien wisselen. Ja. Ja, dat houdt een beetje beweging in de les. Nou, dan gaan we. Preparatie. Je thee, hou vast. En naar taal nu. Sluit. Je thee. Thank you.
voren. En je trekt hem gestrekt op en sluit achter. Je teen. Taal nu. Sluit en in één keer naar die hoogte en niet meer wiebelen met de hoogte. Je teen, hou vast. Taal nu. Sluit en hier is je hoofd weer recht. Hoofd opzij. 1. Hou. Draai uit. Duw die hiel naar voren. Taal nu. Sluit. Passé. Wissel. Sluit achter. Samen en dan trek je samen je been op. Als je dat stukje hebt gedaan met die développé, dus je weer terug gaat, enveloppé, développé, tendu, met een tendu sluit je hem en dan kun je hem nog een keer hier nemen voor je balans. Ja, leuk, allemaal armpjes erbij en hoofdjes. Eerste positie, eerste kant, daar gaat hij. Sluiten met de arm. En nou optrekken en nou meteen.
streepbaardjes met zo'n knik. Ja, frappé hadden wij gedaan. Bovenbeen goed houden. We beginnen met rechts. Even nog één keer een herhaling van de oefening. Je staat klaar met de derde positie rechts voor. Preparatie 2, open 3, trek voor in 4. Frappé ervan 1 en 2 en 3 en 4. À la seconde 5 en 6 en 7 en 8. Derrière 1 en 2 en 3 en 4. 2 à la seconde waarvan de tweede voor in trekt. En dan hou je hem voor 7, Tibatman. Achter en voor. En achter en voor. En achter en voor. En achter naar plié en badeboe-ré. En badeboe-ré. En de derde badeboe-ré. En de vierde badeboe-ré. Strek uit, tandu. En sluit af. Nieuwe muziek, zelfde links. Plant de stoel recht voor de buis, zodat jullie naar Hedwig en Luna kijken. En zien wat zij doen. En jullie doen het in spiegelbeeld mee. Zit alles goed? Nee. Maar ik denk dat het niet te zien is, want ik zie het ook niet. Dat is fijn. Maar ik heb ook mijn bril niet op, hè? Zie jij het, Luna? Wat er mis is? De plukjes? Ja. Oké. Ik vind de plukjes wel grappig. Ze gaan alleen in mijn ogen zitten. Oh ja. Als er iets misgaat met Hedwig, dan zijn het de plukjes. Daar gaan we. Nu trek voor in, frappé 1 en in en 2 en in, à la seconde 1, in en 2, derrière 1, in, 2, nog 2 à la seconde, in, draai uit, petit battement naar achter en voor en 3, 4, 5, 6, 7, naar plié. Hebben we aan het eind in plaats van één batman, hebben we er ook nog twee. En dan mag je hem afsluiten. En we doen het hoofd erbij. Dus hoofd over de zijkant. Hoofd recht als je been à la seconde is. Hoofd in de hand. Hoofd recht. Zoete nu wissel en dan heb je meteen je arm openen. En dan zit je hoofd, als het goed is, weer opzij. Ga je daar weer beginnen. Wel vanuit de derde positie. Dus even denken aan je wissel opzij. Als je er twee hebt, wisselt de eerste niet. Heb je er maar eentje, moet hij meteen wisselen. Gaan we. Sluit voor, relevé, zoet nu, trippel, trippel, breken.
sluit. Hoofd opzij. 1, 2, 3. Nu je hoofd recht voor à la seconde. Dan sluit. En opzij. Niet laten vallen. En strek hem weg. En dan sluit je hem. Dus je strekt hem weg. Hou gestrekt. En sluit. En 1, 2. Sluit. 2 à la seconde om af te sluiten. Wij gaan beginnen met die oefening die wij met die port de bras hebben gedaan. En ja, waar eigenlijk vooral port de bras zat een demi-plié in en een tarlié door de tweede. Je begon in de eerste positie, krijg je preparatie, mag je een heel klein beetje over je rechterhand kijken, open en sluit. Nou halen we samen de armen tot voor je navel. Nou ga je je rechterarm volgen, 2. Nou open je, links, 3. En sluit. 4. Nu ga ik weer de rechterhand volgen in de demi-plié. 5. Strek op. 6. Relevé open. 7. En rol af en sluit de armen. 8. Doen we hetzelfde verhaaltje naar links. Dan volg je eerst je linkerarm. 2. En dan open je. Volg rechts. Verleng en sluit. Dan blijf je rechts dus volgen. Nu ga ik weer over naar links. Demi-plié. En strek. Relevé op. En sluit af. Nu de eerste kant weer. Rechterhand. 1. Overhoog. 2. Open je rechterhand. En nu moet ik links openen. Dus dan kijk ik even naar links. Een taal nu voor. Een halve ronde jambe naar opzij. Naar à la seconde. Plié. Tweede. Neem je gewicht over. Sluit hem af. Kijk naar je linkerhand. En die sluit ook af. Dan gaan we. 2 armen overhoog. 2. En open links. En open rechts. Taal nu de van. Open à la seconde. Plié door de tweede strek op. En het was samen sluiten. Dat deed ik net niet. Maar je strekt weg. Je kijkt naar je rechterhand. En je sluit hem samen in. Ja. Dat is best een heel verhaal. Zij doen hem denk ik helemaal goed. Dus je kunt een beetje spieken bij hun als je weer gewoon in spiegelbeeld gaat staan. Gaan we nu vanaf het begin. Probeer benen goed door te strekken. Ook met de ronde jambe, met tendu. Maar ook als je gewoon in de eerste staat. Daar gaat hij. Als hij er zin in heeft, zeg maar. Hou laag. 3 en 4. Gaan we rechts volgen tot de navel. En nou open volg rechts en mee naar links. Samen sluiten. Nou weer blik naar je rechterhand. Plié. Strek op. Relevé openen. Verleng en samen sluiten. Nu volg ik links. En open. 2. En volg rechts. Draai. En sluit hem af. Demi-plié links. Strek op. Sneller, maar we krijgen iets snellere tendus. En dan wil ik hem graag, dan kom ik wel even hier staan.
We hebben nu alles aan vast gedaan, dus recht naar voren. Nu gaan we, als je nou in de eerste positie staat, sluit je voeten, sta je parallel. Dan draai je me niet helemaal naar zij, aan profiel, maar we draaien schuin naar die hoek. En het tweede deel van de oefening, sta je schuin naar die hoek. Dus dan staan jullie gewoon in ons spiegelbeeld naar elkaar. We beginnen naar die hoek, naar de rechterhoek. Naar de linkerhoek is dat. Goed zo, maar we beginnen met het rechterbeen zo. Dan draai je even uit naar de eerste positie. En dan mag je in de derde positie je rechtervoet voorzetten. Dus jullie voet aan de kant van ons. Dan krijgen we preparatie. 1 en 2. Samen tot je navel. En dan hou je je linkerhand, dus je achterste hand hier. En je opent je rechterarm. Krijg je 3 tandus ervan. 1 en sluit. En 2 en sluit. En 3 en sluit. En al die tijd kijk je eigenlijk over die linkerhand. Nu ga je de rechterarm erbij sluiten. En dan open ik links. Niet naar achteren trekken, maar een klein stukje openen. En dan mag je recht naar ons kijken, hoofd op. Dus alsof je naar een spiegeltje kijkt. Nou heb ik hetzelfde met mijn achterste been, met mijn linkerbeen naar achteren. 1, dan moet je goed opstrekken. Sluit. En 2. En sluit. En 3. En sluit. En wat doe ik nu? Ik draai op mijn bal van mijn voet van mijn linkerbeen en ik open. Sta ik recht naar voren. Nou wissel ik af. Rechts. 1. Sluit. Achter. Links opzij. Sluit. Achter. Rechts opzij. Sluit. Achter. Links opzij. En dan trek je hem in naar coupé. Hier. Mag je proberen met de arm. Pas de bourrée. 1. 2. Sluit. Af. Preparatie. En dan open je de linker. En dan krijgen we hetzelfde aan de andere kant. Taal nu 1 en sluit. En je blik is over die hand. En de 5 en 6. Wissel 7. Open 8. Hoofd hier en 1. En sluit. En de 2. En sluit. En de 3. En sluit. Het been wat nu sluit, daar ga ik op staan. En ik open hem. Links 1. Sluit achter. En de 2. Sluit achter. En je linkerbeen sluit achter. We verdwijnen zo uit beeld. Naar coup de pied, dus mijn rechterbeen in mijn linkerarm. Pas de bourrée. 1 en 2. Sluit. Sluit ze samen af. En dan mag je blijven staan. Dus dan doen we hem niet nog een keer. Nu hebben we bij die 4 à la seconde het hoofd nog even recht. Volgende week, laatste les, doen we daar het hoofd nog bij. Anders wordt heel veel voor één keer. Als jullie willen of je vindt het makkelijk, mag je het hoofd erbij doen hoor. Maar voor thuis mag recht. Als achteruit was het nou van de been af of naar been toe? Af, ja. Okay. Ja. Voor degene die zeggen, nou hallo, zeg ik wil het wel met het hoofd. Dat vroeg Hedwig dus even. Als je die 4 à la seconde, 1, sluit achter, 2, die sluiten steeds achter. Als je dat sluit van voor en je sluit hem achterin, dan is je hoofd is van je werkbeen weg. Werkbeen, werkbeen, dit been is aan het werk. Kijk maar, want die maakt de tandu. En wat doet mijn hoofd dan? Die gaat daar vanaf. Niet helemaal opzij, maar naar de hoek. 1, sluit achter. En nou wisselt mijn taal nu. Wisselt mijn hoofd. 2, sluit achter. En 3, sluit achter. En 4, sluit achter. En als je nou van de week verveelt, als je het andersom zou doen, en ik ga van achter naar voor sluiten, dan moet het been wel echt opzij. Dan kijk je mee met je werkbeen. Sluit voor in. Hij vertrekt achter en hij sluit voor in. Hij vertrekt achter, sluit voor in. Hij vertrekt achter, sluit voor in. Nou, dat is een extraatje, zeg maar. Ja. Daar gaan we. De hele oefening vanaf het begin naar de hoek gaan staan met je rechterbeen voor en de armen rond laag. Preparatie, hou je arm. Taal nu 1, sluit. 2, sluit. De derde en nou wisselen. Armen hoofd voor. Links achter. 2. Tweede. 2. En de derde. 2. Draai recht naar voor. Rechts opzij. Sluit achter. Links. Sluit. Rechts. Sluit. En nou links naar coupé. Pas de bourrée. En sluiten. Preparatie. Linkerbeen. Rechterarm is voor. Sluit. 2. Sluit. 3. Sluit je arm samen en open rechts. Staan nu achter. Sluit. 2. Sluit. 3. Sluit.
de links. De vierde gaat naar coupé en een pa. De coupé sluit op 8. Blijf even staan. Ging dat goed? Ja. Nou, dan hebben jullie toch een prachtig voorbeeld weer. Ja, wij zijn uitgekomen bij de sprongetjes. Graaf even goed in jullie geheugen van een week geleden. Relevé, rol af, demi, plié, spring 1 en 2 en 3. Relevé, rol af, demi, plié, spring 1 en 2 en 3. Dat deden wij maar liefst 4 keer. Alleen de vierde keer kreeg je na je sprongetjes 1 en de 2 en de 3. Maar de vierde keer in de tweede is 1 en de 2 en de 3 die sluit weer. Dan wil ik er armen bij. Als je in de eerste positie springt, zijn de armen gewoon hier laag in de eerste. Als je in de tweede positie springt, zijn de armen hier. Nou is dat niet zo heel lastig als je dit gewoon zo stil moet houden en hier. Maar als je gaat springen, mogen de armen niet mee gaan springen. Dus die blijven helemaal hier, terwijl je daar gaat springen. Als je in de tweede bent ook, dat je niet dit krijgt. Is wel grappig, hè? Ik vind het een beetje aangesproken. Ja. Nee! Zie je dat? Nou, ik denk het wel. Maar ik weet het niet. Als je een chargement hebt, niet zeg maar, omdat je dan... Ja, ik weet het niet. Al die Franse termen. Ja. Maar als je hem voortdurend in de tweede moet houden, denk ik dat ik op een gegeven moment wel een beetje gevliegen, zeg maar. Ja, van mijn dus. Nou, dan kun je hier op beletten. Hier, ja. Op zich scheelt dit wel, want je moet hem natuurlijk al houden hier in de tweede met relevé, rol af, plié, spring 1 en 2 en 3, strek op, relevé. Dus hier ook al, hier mag het niet, de hele tijd moet je daarop proberen te letten. Dat is best echt lastig. Daar gaan we, 4 keer in de eerste, 4 keer in de tweede. Relevé, rol af, demi, spring 1, 2, 3 en relevé, rol af, plié en spring 1, 2, 3, strek op, relevé, rol af, plié en 1, hou de duimen in de hand op thuis, 1, 2, plié, let op naar de tweede, relevé en dan hou je armen, dat is lastiger nog als in de eerste, 2, 3, nou goed, 1, hier gaat het goed, plié, hou vol. 1, 2, 3 en relevé, rol af, plié. En 1, 2, laatste keer. 1, 2, plié, spring. Kreeg en sluit in de eerste. Ja. Oké. Dan gaan we nog één oefening doen. En dat was die oefening met die pas de chat. En die wisselt in de pas de bourrée naar de andere kant. Maar wij hebben gewoon de armen in de zij gedaan vorige keer. Gaan we niet meer doen. Wat gebeurt er nu? Je begint de eerste keer met de pas de chat, die niet wisselt, met rechts achter. Als ik dan naar rechts ga, is eigenlijk een makkelijk trucje. Is mijn rechterarm voor en mijn linkerarm is hier. En mijn hoofd is daar. Dus weer niet helemaal opzij, maar denk maar even. Hier zit je elleboog. Je kijkt daar over de elleboog. Kin is mooi op, een beetje verwaand. De plié maak je pas de chat en op, op. Ik kan hem niet zo hoog doen. Maar de benen echt knieën naar buiten en tak, tak, op. Nog een pas de chat. Op, op. Dus niet zo'n lullig pas de chatje als ik doe, hoor. Coupé. Pas de bourrée. Dan ga je je arm wisselen. Je opent. Pas de bourrée. En dan gaat hij onderlangs naar links voor. En pas de chat. Pas de chat. Coupé. Hier blijft hij nog. Bij de pas de bourrée opent hij. Pas de bourrée. Arm onderlangs. Plié, sorry. En dan ga je weer rechts. Dus... houdt één arm, zeg maar, terwijl de andere. Ja. Ja, hij opent hier met de pas de bourrée. En dan ga je de andere arm weer. Ja. Preparatie met de andere arm voor je pas de chat. Daar gaan we. We doen hem rechts, links. Rechts, links. Preparatie rechts. Pas de chat. Pas de chat en pas de bourrée. Linkerarm en openen nu rechterarm onderlangs. Pas de chat, coupé, pas de bourrée. Linkerarm, laatste keer.
was die helemaal duidelijk voor Luna en voor Hedwig. En ik hoop ook voor jullie. Wat gaan wij doen? Want dit was de ene laatste les. En ik ga er toch echt vanuit dat we na de vakantie niet meer op deze manier met elkaar hoeven te lessen. Dat wij hier gewoon weer zijn. En volgende week is er nog wel een les. Dan gaan we aan het eind van die les, gaan we het dansje nog één keer doen. Dus als je nou denkt, nou ik vind het wel leuk om een beetje feestelijke afsluiting te doen. Dan doe je voor mij wat iets grappigs aan of zo. Dat is misschien ook wel leuk. Ook al zit je dan in je eentje. Of misschien kun je met iemand anders van de balletles afspreken. Dat je met z'n tweeën die dans doet. Of misschien zelfs wel met z'n drietjes. Omdat we nummer 1, 2 en 3 hebben. En dan gaan we die nog één keer als afsluiting erbij doen. En verder doen we de les die we nu hadden. En dan heeft iedereen hem denk ik best wel heel goed in het hoofd zitten. En dan is het vakantie. Luna en Hedwig, dank jullie wel. Ja. Voor jullie hulp. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Ik ga hem even uitdoen. Want dan zijn wij er weer.